Hey lieve dames, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vergeet je niet te abonneren op mijn Instagram. En als je op de hoogte wilt blijven van alle video's die ik voor jullie plaats, abonneer dan hier beneden. En je kan het alarmknopje daar zo, alarmicoontje ook aanzetten, zodat je op de hoogte blijft van alle video's als ik ze voor jullie plaats. Deze video gaat een klein beetje anders zijn. Ik ga twee dingen met jullie delen. Ik ga iets met jullie delen voor jullie haren. En ik ga een heel makkelijk gezond recept met jullie delen. Ik ga een eigen haarmasker maken. Mijn haar is een klein beetje droog. Het voelt heel erg droog aan de punten. Ik heb niet heel erg veel gespleten haarpunten. Maar mijn haar is gewoon echt ontzettend droog. Ik weet niet waar het aan ligt. Aan het weer of zo. I don't know. Dus ik had zoiets van, ik ga mijn eigen haarmasker maken. Doe ik vaker als ik er tijd voor heb. Ik dacht, waarom niet, deel ik dat met jullie. Heel simpel. Waarschijnlijk heeft iedereen dit vaak in huis. Dus je kan eigenlijk gewoon nu gelijk naar de koelkast lopen. En met mij samen dit haarmasker in je haar zetten. Ik heb hier Griekse yoghurt. Griekse yoghurt, dames, zit vol met proteïne. Zeg maar... 4 goede eetlepels, 5 goede eetlepels, ligt eraan hoe lang je haar is. En ik heb hier een klein beetje roomboter, maar echt een heel klein beetje. Zo'n 20 gram, 15 gram heb ik het een beetje gesmolten. Ongezouten roomboter. Nu zou je misschien wel denken, roomboter in je haar, daar wordt je haar toch hartstikke vettig van. Luister, als je heel erg droge haar hebt en je hebt heel erg veel last van gespleten punten, is het af en toe lekker om gewoon iets vettigs in je haar te stoppen en je haar gewoon een boost te geven. En dit is niks natuurlijks als gewoon roomboter. Dus ongezaagde roomboter doen we hierbij. Let op, dames. Het is echt maar een heel klein beetje. Wat je zou kunnen doen, dames, is een paar druppeltjes vitamine E erin doen. Kan ook. Of een ander soort olie, als je dat hebt, jojoba olie of een ander soort olie. Ik hou het nu hierbij. Ik doe gewoon alleen de roomboter en de Griekse yoghurt. Ik ga het heel goed samen mengen. Ruikt lekker. Ik heb het niet geprobeerd tijdens mijn haaruitval, na mijn 2 zwangerschappen. Maar het schijnt ook heel goed te helpen, de proteïne schijnt ook heel goed te helpen tegen haaruitval. En de proteïne helpt bij beschadigde haarpunten. Deze is nu klaar. We hebben het goed gemengd. Kijk, dan moet ik echt zoiets. Zo'n klein beetje. Het is niet heel erg. Ik heb trouwens Griekse yoghurt gebruikt. Normale yoghurt zou je ook kunnen gebruiken. Zorg dat je haar goed gekamd is. Ik heb gewoon echt van die droge plukken in mijn haar. Ik ga het niet tot aan mijn aanzet hier, niet tot hierboven insmeren. Het is echt tot hier. En dan naar beneden. Want ja, hierboven is mijn haar totaal niet droog. En is het ook niet nodig. Dus ik doe het echt vanuit zeg maar hier naar beneden. Smeer ik zo meteen heel de yoghurt in. Aan beide kanten. En dan laat ik hem een kwartiertje in mijn haar. Tot 20 minuten. Het zou ook een half uurtje kunnen. Hoe langer je het in je haar laat, hoe harder het ook wordt. Schrik daar niet van zodra je de douche instapt. En je wast je haar met een milde shampoo. Is er zo allemaal uit. Er blijft ook geen geur achter. Maar je gaat gelijk zien dat je een boost gewoon... Ja, je haar krijgt echt een boost door de proteïne. So, let's start! En we zijn klaar! Ready! Super makkelijk, super easy. Gewoon met de ingrediënten die je thuis hebt. Niks moeilijks aan en het is heerlijk, dames. Het voelt zo zacht aan, mijn haar. Mijn haar die voelde zo droog en stroog aan, zeg maar. Kan je dat zeggen? Stro? Strooig? Stroog? Struw? Jullie weten wat ik bedoel. En ja, goed. Dit is gewoon echt heerlijk. Op het moment dat je aan het douchen bent, ruik je wel de yoghurt. Maar ja, gewoon... Thuis even een mie-momentje voor jezelf nemen. En daar ook nu aan toe zijn. Loop dan even naar je koelkast. Kijk even wat je in huis hebt. Pak even lekker alle olietjes die je hebt. Maak even een lekker maskertje voor jezelf. Je merkt al meteen dat je volume in je haar krijgt door het masker. Het is echt super fijn. Nou goed, als je het masker gaat proberen, laat het me even weten. Laat me weten wat je ervan vindt. En doe het niet ook één keer. Hè. Herhaal het ook een paar keer gewoon. Ik laat jullie... Nu naar het recept kijken. Mocht je het recept maken, mocht je het lekker vinden, laat me dat dan ook even weten. En ik zie jullie gauw weer. Ciao!
Nou, dan gaan we nu een heerlijke omelet maken die je kan vullen met gehakt, kip, vegetarisch, stukjes vis. De benodigdheden zie je hier. Ik heb spinazie, die ga ik heel fijn snijden. En meng ik dan met 6 eieren samen. Ik ga de eieren heel goed opkloppen. Dus dat ze echt, ja, eigenlijk dat de hoeveelheid eigenlijk verdubbelt, zeg maar. Dan doe ik een geraspte kaas in. Griekse yoghurt. 4 grote eetlepels. Zout. En een snufje peper. En dan ga ik eigenlijk alles weer samen mengen. De spinazie gaat erbij. En dan meng je het eigenlijk allemaal weer samen. Als het allemaal goed samen is gemengd, dan giet je het hele mengseltje op een bakplaat met bakpapier. Stoppen we in de oven op 200 graden zo'n kwartiertje. Let even goed op, want elke oven is anders. Snijd de groenten in hele dunne plakjes. Laat je eiwrap goed afkoelen voordat je hem omdraait. Nu begint het feestje. Ik heb hier gekozen voor gekruide kip en lenteuitje. Nou, wat paprika, komkommers, sla en dan rol ik hem om. Nou, zoals je ziet hier heb ik hem mooi rond gekregen en snij ik hem eigenlijk in 2 grote stukken. Omdat alleen ik en mijn man op dit moment ervan gaan eten. Maar je kan hem ook in meerdere stukjes snijden. Ik heb het in combinatie met rijst gegeten. Maar je kan het ook gewoon zo eten. Je kan er ook wat brood bij doen. Jouw feestje. Eet smakelijk en ik zie je de volgende keer, dames.